Ja, dit was hem dan eigenlijk, de Ajax Feyenoord van de keukenkampioendivisie. Het viel niet mee. Nou ja, volgende week is hij toch? Nee, ja, weet je, dat weinig kans inderdaad vanaf onze kant. Maar ja, jammer dat die bal niet goed valt. Ja, want ik heb begrepen dat het doel wel is om Eredivisie te gaan spelen met Almere. Het doel is zeker om Eredivisie te gaan spelen met Almere. De club heeft uitgesproken om binnen 2 jaar richting de Eredivisie te gaan. En nou ja, daar hebben we in principe nog 2 seizoenen voor. Ja. Ja, nu was Almere afgelopen seizoen heel dichtbij. Maar om nou echt te denken of Almere echt toe is aan Eredivisie voetbal. Nou ja, dat moet altijd blijken. Maar daar doen we ons stinkende best voor. En we zijn pas 9 wedstrijden onderweg en het staat zo kort op elkaar. Dus er kan nog van alles gebeuren. Ja, die nieuwe trainer van jullie, dat wordt gezien als een laptopcoach. Wat merken jullie daarvan? De hele dag achter zijn laptop. En jullie kijken met z'n allen mee? Nee, weet je, dat inderdaad, dat is de nieuwe generatie en je ziet het in Duitsland al veel. En nou ja, dat is een goede ontwikkeling, denk ik. Ja, wat merken jullie daarvan dan? Nou, niet zoveel. We doen veel analyses en er wordt veel met beelden gewerkt. En veel de data wordt bijgehouden van hoeveel we lopen en hoe je ervoor staat. En nou ja, dat wordt besproken met ons. Ja, want jij hebt al bij heel veel clubs gevoetbald en heel veel trainers meegemaakt. Is zo'n laptopcoach, is dat een verbetering, vind jij? Wel verfrissend, want er wordt een keer anders gewerkt. Andere soort trainingen. Natuurlijk een andere achtergrond dan de andere trainers in Nederland. En nou ja, dat merk je wel op het veld. Veel tactische trainingen, veel de slechte kanten van de tegenstander probeert hij eruit te halen. En daar trainen we op. Kennen we Robert Maaskant? Hadden we een tijdje niet gezien. Vorig jaar doken er dan ineens filmpjes op. Dan deed hij allemaal dansjes en stapjes en yoga. Doet hij dat ook wel eens met jullie, met de selectie? Nee, dat heeft hij nog niet gedaan. Hè. Lijkt je wel wat? Nou ja, ik heb die filmpjes ook gezien, maar nou ja, weet je dat... Spreek je dat aan? Zouden jullie ook graag... Nee, ja, precies. Nee, weet je, dat is iets voor hem. En, dat is niks voor jullie? Nee, in ieder geval niks voor mij persoonlijk. Nee.